Okay, people, let's go to work. Ja, 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 eindelijk mensen. Ik heb hem. Het stuur wat ik zou gaan kopen. De Truck Thrustmaster Ferrari stuur. Een prachtig stuurtje. En hij staat hier op de tafel. Ik laat het meteen zien aan jullie jongens. Kijk eens. Dit is mijn stuurtje. Kijk. En dit zijn mijn gaspedaaltjes. Ik hoop dat je het ziet. Hier kan ik lekker gaan trappelen. En met het stuurtje kan ik dus lekker Truck Simulator gaan spelen voor jullie speciaal. Het stuur heeft ongeveer een waarde van 60 à 70 euro. Dus het is een leuk mooi stuurtje. Maar perfect genoeg om Truck Simulator voor jullie speciaal allemaal te gaan spelen. En ik ga er weer de weg op. En ik zag trouwens toen ik bij de rijden klikte. Dat ik een snelle vracht kon doen naar Groot-Brittannië. En mij werd verteld in de comments dat ik dus naar de overkant kan. En dat lijkt me heel gaaf. Ik denk dat ik deze rit doe van Frankrijk naar de boot. Maar dan zijn we. Ik wil wel dat we in Engeland wat gaan rijden. Dus ik doe van Rotterdam naar Manchester gaan we doen. En ik ben heel benieuwd. Het is spannend. Ik heb natuurlijk al van tevoren een beetje gekeken. En we gaan de ruitenwissel aandoen. Ik heb het allemaal ingestelde knopjes. Kijk eens. En mijn lichten heb ik al ingesteld als het goed is. Een van deze knoppen is licht. Even kijken hoor. Ik moet even wat proberen. Dit is... Ik gas al. Nee, remmen. Oké, dit zijn de standpunten van de camera's. Oké, welke knop is ruitenwissers? Die. En wat zijn lichten? Heb ik geen lichten, jongens? Nou, hij staat wel aan in ieder geval. Ik vind het goed. Nou, dat werkt dit. Oké. Jongens, we gaan de weg op. Met Vincent... Er staat een fucking... Ik ben niet goed bezig nog. Moment. Oh, dit gaat best wel lekker zo. Oh dear. Waar moeten we heen? Ik denk dat ik daar naartoe moet. Ik zie niet echt een uitgang hier zo. Maar ik vind het sowieso een heel raar vrachtwagen. Oh, die gaspedaal. Het gaspedaal werkt heel snel. Als ik één heel zacht trap erop, dan gaat hij al vooruit. Ja, logisch. Oké, ik geef heel langzaam gas. En dan gaan we gewoon even naar links kijken. Dat doen we met deze knop. Kijk. En dan rechts komt ook niks aan. Natuurlijk niet. Maar mijn lichten staan uit, jongens. Ik ga mijn lichten fixen, want anders krijg ik een bekeuring. Moment. Wow, nee, stop. Oh, remmen. Ik moet even gaan kijken bij het escape. Het is nog niet allemaal goed ingesteld, mensen. Opties. Toetsenbord. Even kijken, hoor. Want ik had mijn licht had ik onder een knop gezet, maar dat doe ik hem onder de select-knop. Lichtenmodi, die moeten we hebben. Zo. Ik hoop dat dat goed is. En ik hoop dat hij het nou allemaal goed doet. Oké, dat zijn mijn lichten. Ik heb het onder een hele rare knop gezet. YOLO. Oké. Ja, kijk jongens, kijk. Nu hebben we licht en nu kunnen we echt officieel gaan rijden. Zomaar die auto. Ga een beetje uitkijken, joh. Oké. We kunnen. Oké, mijn beeld weer een beetje normaal zo. Oh, dit is lastig, jongens. Oké. We gaan gassend naar Manchester United. Want dat is waar we naartoe moeten, Manchester United. Ik ben benieuwd. En we zijn zo onderweg. En hier kunnen we rechtdoor, maar we moeten even wachten op het stoplicht. En gelijk naar groen. Yes. Gas. En ik heb hem vastgeklit. Of vastgeklit. Hij is niet heel gammel. Maar hij doet het in ieder geval wel. Ik heb hem geklemd aan mijn bureau. En ik hoop dat jullie het een beetje goed zien, jongens. Want ik probeer het een beetje zo in te stellen dat jullie het wel een beetje kunnen zien. Oké, waar moeten we heen? We moeten naar rechts. Kijk, dat is makkelijk. Je kan gewoon knipperlichtjes. Oh, het is zo donker op de weg. Moet ik mijn grote licht aan, jongens? Oeh! La. Hallo? Ja, hij staat op zijn kant. Ja, de vrachtwagen. Ja, want nu duwen. Ik weet niet wat ik moet doen nu, hoor.
Ja, hij doet niks meer, nee. Hij doet niks meer. Startknop. Startknop, we doen hem overnieuw. Oké, we doen hem overnieuw. Perfect. Oké, dit ging niet helemaal goed. Ik weet ook niet of ik daarvoor een boete kreeg of zo. Ik doe gewoon mijn spel herladen en dan doen we het gewoon even opnieuw. We hebben geen truc, dus we kunnen niet vrij rijden. Dus we gaan gewoon even een stadje zoeken. En ik wil nog steeds hier op. Ik wil nog steeds naar Manchester, jongens. Ik wil er nog steeds naartoe. Oké, je hebt geen nieuwe berichten, dat is fijn om te horen. Laten we gaan. Laten we dit keer wat rustiger aanrijden. Het stuur is best gevoelig. Dus als ik hem snel keer, dan gaat het niet goed. Dus ik moet heel zachtjes gaan sturen dadelijk. En we gaan de eerste volgende naar links. Nou, perfect. Ik zal heel zachtjes door de bocht gaan. Ik zal niet te snel sturen dit keer. Gaat helemaal goed. Ik heb het gevoel dat het goed gaat komen. Althans, dat hoop ik. En ondertussen gaan wij een liedje zingen. Pel de pinda is oké, van je hollaladie. Zing maar lekker met ons mee, pila pila jee. Yeah. We gaan lekker wat harder, jongens. Ik ga dat gaspedaal even lekker indrukken, maar hier moeten we uitkijken. Want we gingen net door de bocht. Of ik nam te scherp de bocht. Oké, die vrachtwagen wist waar hij naartoe moest. En moeten we hier naar links? Oh, ik heb mijn ruitenwissel nog niet eens aan. Daarom zie ik niks. Zo, hoppakee. En mijn licht staat niet aan. Zo. En mijn groot licht mag ik niet aan. Zo. Snelheidsboete. Snelheidsboete? Ik krijg alleen maar boetes nu. Hoe hard mag je hier dan? Ik zie ook helemaal niks, joh. Snelheidsboete. Nou, dat had bij je vorige keer. Of 50 kilometer. Hoe hard gaan we dan? Of we mogen maar 50. Hier maar 100. Keihard ineens. Nee, we gaan even concentreren, jongens. Het is best lastig met zo'n stuur. Dat meen ik echt serieus. Moet ik hem maar niet op realistic mode zetten, want dan wordt het helemaal... Hij is heel gevoelig, dat stuur. Dat vind ik wel jammer. Heel gevoelig. Oké, ik doe het gaspedaal lekker ingedrukt houden. En wij gaan op naar Manchester United. Op naar Engeland. En het leven van een vrachtwagenchauffeur is helemaal niet zo heel zwaar, denk ik. Hallo, er is een meneer. Hallo. Kan ik toeteren? Ik weet niet waar mijn toeter zit. En we gaan maar even zien naar rechts toe. Wat? Gebruik koplampen? Ik heb toch mijn koplamp aan? Nou, oké, koplamp. Oké, wat gaat hij doen? Oh, wat een stelletje gekken weer op de weg. Nee. Ik blijf rechts. Wat een gekke mensen. Ik heb een stuur en ze gaan zich gedragen als stelletje, idioot. En ik krijg alleen maar boetes. Nou, dat begint lekker. Normaal heb ik dat nooit door mensen. Het is gewoon moeilijker geworden ineens. Dus ik denk van, ja, die vindt het even stuur. Hij wil het moeilijker. Dan maken we het moeilijker voor hem. Nou, mooi niet. Oh. Oké. Ja. Moet hij even keren, jongens. Oké, we gingen iets te snel. Kom op. Wat moet ik nou doen? Ja. Ik moet gaan keren, jongens. Oh, dit, wat gaat dit is goed, zeg jongens. Dit gaat zo verschrikkelijk goed. Ik sta vast met mijn achterkant tegen iets aan. Het lijkt net of ik vast zit in die greppel. Ja, vooruit. Ja? Kom op, ik zit vast! Wat is het dan? Waarom zit ik vast? Laat zien. Ik zie niks. Ik zie nog niks. Waar zit ik vast?
Oh! Ik zit vast in die greppel. Is dit een bug? Ik zit vast in die greppel ding. Wacht even. Nee, 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 nee. Gaat lukken, jongens. Nou, moet ik wel zeggen dat ik bijna eruit zit. Nou zit ik er bijna uit, kijk. Ik zit vast in die greppelding. Ik zit vast in dat ding. Ja, wat moet ik nou doen? Godver. Ik word hier niet goed van. De ene keer lig ik op zijn kant en de andere keer lig ik in de greppel. En dan kom ik er niet meer uit. Jongen. Wordt er niet goed van? Nou, een andere vracht. Naar Groot Brittannië. Hebben we nog wat anders? Ik heb het helemaal gehad. Huppakee. Van Rotterdam naar Manchester. Nog één keer proberen. Kom op. Let's go. Start de engine. Kom op. Put my hair on my shoulder. Let me think about that night. Let me think. Oké. Dat was één mooi nummer. We gaan vanuit Rotterdam. Hallo, ik ben Vlegwerm Vincent en ik kom even met een echte levering. Wat heb je daarmee? Ik heb allemaal boties en Mars en Nutsen en Twixen in mijn achterklep. En dan kom je aan met Chester van... Ja, waar zijn dan uw... Heb ik mijn licht aan, jongens? Oh, ruitwissers aan. Ruitwissers. Dat is deze. En dan kom je dus aan bij van ja, ik heb Traction Payment en Nutsen en Martian en allerlei andere zaken. En dan is van, oh ja, maar je hebt geen vracht bij je, want je bent je vrachtwagen ding, je truck of je trailer ben je vergeten. Oh, verdikken me, nou dan ga ik wel helemaal terug weer, dan ga ik wel weer 3 uur in de file staan, dat maakt mij niet uit. Ik word toch per uur betaald. En zo is het leven van een vrachtwagenchauffeur. Altijd zonneschijn en vrolijkheid. Maar... staat mijn... Oh, je mag niet te hard. Want een overtreding, als je over de 50 kilometer gaat... En nou rijden we 48. Nou ja, 47. Zo. Oh, ik start. Remmen. Zo. Europort. Amsterdam-Groningen. En we mogen... blij zijn als wij dadelijk die bocht kunnen halen zonder moeite. Maar ik denk dat ik hem heel op mijn gemakje ga doen. De snelweg kunnen wij hard. Want als het goed is komt dadelijk een paaltje. Dat is mijn licht. Oké. Oh, die regen hoor je ook niet goed van, jongens. Het regent. Zonnestralen. Nou zeg, ik kreeg een telefoontje. Dat mag eigenlijk niet. Hallo meneer. Ja, ik ben die vrachtwagenchauffeur die Twixen en die Nuts en die Martian bij zich heeft. Ja, zegt u mij. Ja, het regent, ik zie het. Ja, ik kom waarschijnlijk nog gewoon op tijd hoor. Nee, maak je niet druk. Nee hoor, maak je niet druk. Nee, dat komt goed. Ja. Ja hoor, ik zie je dan. Ik ben er rond, ik ben nou vertrokken. Natuurlijk in Engeland zijn die datums en die tijd zijn raar natuurlijk. Die lopen allemaal niet goed. Dus, wacht, ik moet even een bocht nemen zo. Dus ik moet zo ophangen, ja. Ja, ik ben natuurlijk ook al gekanteld met mijn truck. Ja. Ja hoor, dat komt helemaal goed. Het komt helemaal voor elkaar. Ik ben op tijd. Ik ben denk ik... Het is nu bijna 9 uur. Ik ben... Volgende morgen ben ik er vroeg. Ja? Oké, zie je dan. Daar. Oké, doei. Ja, ik neem ook een mars voor jou mee. Ja, zeker. Doei. Zo. Als je een truckchauffeur bent, heb je af en toe een telefoontje. En we gaan hier naar links. En hier hebben we de rotbocht. Oké, rustig aan. Nergens voor nodig. En gassen en... Doe die ruitenwissers, zijn ze kapot, jong? Nee, ze zijn niet kapot. Ik dacht, die kleerruitenwissers zijn kapot. Dan moet ik even naar laten kijken dan. Put my... on my shoulder! Let me think about the night! Oké, we zijn bijna bij de boot aangekomen, bij de boot van naar Manchester United. We gaan eigenlijk naar Engeland toe natuurlijk met de boot. Met de boot gaan wij op reis, met de boot naar het paradijs.
We nemen de boot op sleep. Het is maar dat je het weet. Ik zie het anker staan. Daar gaan we dus op staan. En dan gaan we mee. Press enter. Oh, dan moet ik helemaal mijn toetsenbord pakken. Zo. Even kijken. Selecteer een verbinding. Nou, wij moeten eigenlijk betalen. Dat is naar Harwich. En die moeten we hebben, want die is het best dichtstbijzijnde. Oké. Okay. Nou, dat ging even snel. Bekijk mogelijke reisbestemming door te drukken op enter. Nee, ik wil niet terug. Oké, we zitten nou in Engeland. En dat betekent... Nee. Links rijden. Nee. Links rijden. Oh god. No. I'm doomed. Oh shit. Auto's. Oké. Nee. Oké. We gaan, jongens. Links rijden. Oh. Dit is vreselijk. Oh, ik moet hier naar rechts. Thanks for saying, guys. Maar ik ben links gewend, dus ik ga heel moeilijk naar rechts. Hallo. I'm coming from the Netherlands. And I have some bounties and nuts and mars en dingetjes bij me. En... No problem that I have those things. No problem. Okay, maar ik weet niet waar. How hard you can... I bail him up. Wait. Hello, my friend. Hello. I have a question. How hard you can on the snelweg? Yes. Oh, 100. Okay, mooi. Because I need to deliver it in time. Oh shit, een rotonde. Jongens, zie je dat het Engeland is? Nou ja. Oh, dan moeten we de rotonde ook al via de andere manier nemen. Oeh. Jongens. Dat was een mooie bocht van mij. Zie je, ik kan het wel. Ik ben als het ware de beste vrachtwagenchauffeur van het hele kabouterbos. Oh, we mogen hier 50. Kut, hoe gaan we? Oh, we gaan die 52. Oeh. Oké, we mogen hier een beetje zacht. Oké, dit gaat goed, denk ik. Naar mijn geweten gaat dit goed. Ja, we rijden op de linkerhelft. En ik zie mooie gebouwen. En het is best wel druk op de weg trouwens. Een mooi zonnetje. Ik vind het prachtig. Het is mooi weer. En die vogels. Die vogels! Die hebben ze in Nederland ook. Precies hetzelfde. Wauw. Hebben wij nog genoeg benzine? Ja, we hebben nog genoeg benzine. En in Engeland hebben ze ook gewoon boerendorpjes. Wauw. Oh, hoe lang duurt dit nog? Ik heb honger en ik heb geen eten meegenomen in mijn truck. Oh, een scherp bochtje, maar maakt voor ons niet uit. Wij nemen hem gewoon met 88 km per uur. Ik zie de Golden Gate Bridge. Is dat de Golden Gate Bridge? Dat is even leuk. Gaan wij met die brug over het water heen? Dat zal wel niet. Maar dat lijkt me wel fantastisch om een keer te doen. Kijk jongens, zo zie je nog eens wat van de wereld. Ik ben overal geweest. Ik ga rijden als een beest. Maar op de Golden Gate Bridge ben ik nooit gegaan. Want ik ging via beneden. Onderaan. En met die mars en nutsen achterop. Zit mijn dienst er alweer bijna op. En ben ik bijna bij mijn bestemming. En nu weet ik niks wat ruimt. Oké, we moeten naar rechts. Oké, we moeten deze baan op dan. Want het is de rechte baan. Oké. En dan gaan we naar Grim's Tanks bordje. Jongens, jullie rijden verkeerd. Oh nee, ik rij verkeerd. Oh. Oké, rustig. A15. Je mag hier Jongens, als je hier 50 km per uur mag, dan kan ik toch gewoon niet hard gaan. Neem maar even serieus. Dan kan ik toch niet hard gaan als dit ook. Oké, 50 km per uur. Wat is het nou? 50 km per uur. Kom ik er nooit. We gaan de heuvel op. Kom op, gassen. Kom. Oh, we gaan de heuvel op, joh. Hij bemoeit, joh.
Ik had mijn gaspedaal keihard ingedrukt. Oké, okay. Kom op. Dit was een groot heuveltje, maar we gaan niet. En we kunnen 100 volgens mij. En hier moet ik naar links. Oké, okay, de eerstvolgende gaan we naar links. En dan gaan we richting. Even kijken, Newcastle. Daar moeten we heen. Newcastle en Edinburgh. Oké, okay. Let's do it. Sorry, ik was het even vergeten. Ja, Omar. Ik was het even vergeten. Hij was het even vergeten. Dat ik naar links moest gaan. Hij is gaan rijden. Hij is gaan rijden met een zwembroek. Ja, shit. Shit, ik dacht dat ik al geen lange broek aan had getrokken vanochtend. Ik dacht, ik ben nog wat vergeten. Was zo kloot onder mijn kloten. Oké, een bochtje. Een bochtje met wat marsjes. Een bochtje. Let op, wat kan er, let op. Hey! Oké. Okay. Oh god. Dwars. Oh. Woe! Oké, okay, dat doe ik niet meer. Kom op, je kan het, vrachtwagen, kom op, je kan het. Verdomme, je kan het niet. Jawel. Ik hou het gaspedaal ingedrukt. Je kan het. Ik heb helemaal geen masjes bij me. Ik heb een verkeerde vracht bij me. Dat zijn geen masjes en nuts en bounties. Dat zijn drie pijpbuizingen. Waarom zouden ze in Newcastle? Ze zijn verboden in Newcastle. Oh. Dan moeten wij er eens even wat aan doen. En wij brengen die buizen op de bestemming. Zoals wij hebben afgesproken met iedereen. Wel een mooie omgeving. Moet je kijken dat het wel mooi is als je zo bij Newcastle zit. Oh, ik druk op de verkeerde knop van de ruitenwissers. Dat is prachtig. Hè? Ik ben wel blij met dat stuur. Het voegt wel iets extra's toe. Ik vind het hartstikke leuk. Het is wat realistischer. Het is wel vermoeiender. Ja, anders zit ik met mijn handen op WASD. Heel simpel. Maar nou, je kan nou wel een beetje. Je kan ook niet zo genieten. Ja, ik kijk een beetje naar links en naar rechts. Maar ik moet me ook concentreren. Want ik zit op de linkerhelft. Hallo meneer. Kan ik toeteren? Nee, heb ik een toeter? Ik heb een toeter. Waar is mijn toeter? Heb ik geen toeter? Shit. Ik heb toch wel ergens een toeter? Nou, hij zit ergens op mijn stuur. Ik weet niet welke het is. Nee, nou, ik weet het niet. En we gaan 40 km per uur terwijl wij wat harder mogen hier. Waarom gaat mijn vrachtwagen zo langzaam? Heb ik schade opgelopen of zo? Ik weet het echt niet. Put my hand on my shoulder. Hij gaat echt zacht. Volgens mij is er iets met mijn engine, jongens. Ja, er is echt iets. Ik hou mijn gaspedaal keihard ingedrukt. Misschien als we nu een berg afgaan, dat hij wat harder gaat. Ja, hij gaat wat harder. Oké. Okay. Mooi zo. We gaan nu wat harder. Maar we gaan toch een bocht maken naar links dadelijk. En dan hebben we nog 94 kilometer. Oh, we zijn er zo. Nog anderhalf uur, dan zijn we bij bestemming. En hoe laat is het nu dan? Het is ongeveer 11 over 11, zie ik nu. Of klopt dat niet? Wacht even. Huppakee. Zo doen we dat. Oké, nu komen we op de snelweg. Dat is mooi, want dan weet je zeker dat je wel wat harder mag dan 50. En even kijken hoor. Wij hebben... Hoe laat is het dan in de tijd? Ik weet het niet. Ik weet echt niet hoe laat het is. Iedereen zie je op Windows op zo'n klok kijken. Vincent, het is zo laat. Nee, dat klopt niet. Ik bedoel in de tijd in de game. Volgens mij is het... ochtend. Het is wel overdag, sowieso. Het is overdag. Zo, we gaan ons nu even concentreren. Want we gaan echt even professioneel rijden. We gaan tanken. Maar kunnen we niet. Want hij zit aan de rechter rijbaan. Dat is even vervelend. Zie je? Het is helemaal niet handig als je links rijdt. Want... We hebben hier niet eens een benzinestation. Jongen, wat kan ik nou zonder benzinestation?
Oké, we gaan 32 km per uur. Is best wel redelijk hard voor deze vrachtwagen. We mogen nou geen scherpe bocht maken. Scheveld Kremsi. Oké, we gaan dadelijk een afslag nemen. Met een hele scherpe bocht. Het ziet eruit als een scherpe bocht. Maar ik moet hem sowieso gaan nemen. Oké, dan denk ik dat ik naar de... Oh, volgens mij moet ik naar links. Ik ga in ieder geval naar links. Wat leuk, we gaan onder de brug. Oké. Ik ga nu wat gas. Ik ga wat gassen, want anders gaan we te hard. En ik wil niet dat we... Oh, we kunnen best wel hard door de bocht, volgens mij. Oh, kijk die Mini. Is dat een Engelse Mini? Heeft hij Engelse kenteken? Volgens mij heeft hij een Nederlands kenteken. Ik ga er toch zo keihard voorbij, dus dat maakt niet uit. Dit is wel een vloeiend bochtje, jongens. Kijk dan. Yo! Nice. Oké, waar gaan we de volgende keer heen? We gaan gewoon rechtdoor. En ik ga eventjes naar de rechte baan. Hij is erg gevoelig, het stuur. Merk ik. En even kijken. Manchester United heeft 3 van die buizen nodig. En ik weet niet waarom. Ze vinden dat gewoon leuk, denk ik. Put my head on my shoulder. Sorry. Ik ga ze allemaal niet meer zingen. Jeetje. Oké. Oh, ik zit in de midden van tijd. Mijn tijd is 10:18. Het is 9:40. 's Ochtends. Ik had dus gelijk. Het kon ook 's middags zijn natuurlijk. Dat kan altijd. Oh. Ik moet sowieso even in mijn spiegels kijken of ik wel kan. Maar voor mij zit er niks achter me. Ja, er zitten 2 auto's achter me. Wacht, ik ga die 1 afsnijden. Let op. Nee, dan moet ik daar naartoe. Let op. Hihihi. Altijd leuk om te doen. Even kijken, hoe laat zijn we er? We zijn er over... Oh, nog 41 minuten. Nou, dat gaat echt snel. Ik zou een beetje gas willen meenemen. 25 km per uur is best wel redelijk wat. En daarna gaan we de video afsluiten, jongens. En dan hebben wij onze vracht geleverd aan Manchester United. And now we must speak English. And I hope you guys can understand me what I'm saying. Because we are almost at the location of the bestemming. And if we are at the location of the bestemming... We can travel across Manchester United, and if we across it, we can making rounds in circles, yes. And then we can see more from Manchester United, because I want to see more about this amazing culture. Zeg dat goed? Weet ik veel. About this, I want to see more road. Now keep your eyes on the road, your hands upon the wheel. Well, keep your eyes on the road, your hands upon the wheel. We're going to the roaders and we're gonna have a real good time. A good time, yeah. Goedenavond, dames en heren. Maar gooi maar een volle tank voor mij. Een volle tank, alsjeblieft. Kunt u even uw motor uitzetten? Dat wil ik zeker doen. Als ik weet welke knop het is. Dan vind ik het goed om mijn motor uit te doen. Ik weet niet wat mijn motor uitzetknop is. Sorry, ik heb geen geld. Doei. Ik weet niet meer. Ik moet dat nog even instellen. En we gaan dat nu niet instellen. We gaan lekker de weg weer op. Dus wij nemen de weg weer terug. We hebben niet getankt, want ik zag nog dat ik voor de helft van de benzine vol heb. En dat ik binnen 18 minuten al op de locatie van bestemming ben. Dus we gaan gewoon lekker door. Well, keep your eyes on the road, your hands upon the wheel. Oké, Manchester, Liverpool en Carlisle. Oh, kijk die bloemetjes, hoe mooi. It's a beautiful day, the sun is shining. I feel good. Road of stop me now! Manchester Liverpool. Oké. We gaan naar Manchester United. Is dat, misschien zien we wel dat stadion. Dat Manchester United stadion. Oké, we gaan hier naar beneden, want we zijn bijna op onze locatie. We zijn er bijna. En wat zingen we dan? We are almost there, we are almost there, but nog niet helemaal. Oh jongens, wat heb ik honger. Ik ben zo stom. Ik heb niks meegenomen met mijn truck. Ik heb niks naast me liggen op mijn bank. Volgens mij niet. Nee, een lege passagiersstoel. Dat heb ik wel. Niemand wil met me mee. Ik snap het niet. Ik ben alleen op de wereld.
Iemand wil hier met me praten. Weet je wat ik jammer vind? Ook geen die. Je mag hier maar 30 km per uur. 30 kilometer? Dames en heren, ik bel hem even op. Goedemorgen, hè? Goedemorgen. Ik ben dus onderweg. Ik ben bijna bij Manchester. Maar het blijkt dus dat je maar 30 km per uur mag hier. Terwijl iedereen 50 rijdt. Kan ik dan ook gewoon 50 rijden? Ja? Oké. Is goed. Dan ben ik er wel een half uur later, hè? In plaats van 3 minuten. Oké. Tot zo. Hoi, hoi. Altijd eventjes bellen. Dat is makkelijk. Ze moeten wel weten waar ik ben, natuurlijk. Oké, we zijn in Manchester. Een heel druk stadje lijkt me dit. Maar ik ga heel rustig rijden, want we zijn er bijna. Oké. We zijn er bijna. En we gaan even achter deze auto staan. Zo. Even kijken, heb ik mijn papieren nog bij me? Want ik moet mijn papieren laten zien natuurlijk. Nee, ben ik vergeten. We gaan weer terug. Ik ben natuurlijk met mijn papieren bij me. Die liggen in mijn dashboard. Maar die hebben jullie nog niet gezien. Jongens, kom op nou. Elke keer rood. Is dat een nieuwe regeling in Engeland? Even mijn pedalen goed zetten, jongens. Ik ben zo druk aan het pushen. Oké. Kom op, jongens. Nog een klein beetje kunnen naar voren. Nog een klein beetje. Zo, pop. Zo, die vrouw, die gozer voor me. Die denkt, oh, wat loopt die te pushen. We kunnen nog een beetje, hoor. We kunnen nog een beetje. Kijk, zo kon het, hè. Oh jee, dit is ook eng, hoor. Dit is echt creepy, dit. Ik ga het eens proberen, let op. Oh, dit is creepy, hè. Oké. Ik weet niet waarom ik ineens stilval. Oh, ik schrok al. Ik keek gelijk naar mijn benzine. Ik dacht shit. Oh nee, ik dacht scheisse. Oh nee, ik dacht shit. Nee, dat is Engels natuurlijk al. Nee, goed. We zitten niet in Duitsland. Ik ben benieuwd of we ook naar Duitsland kunnen. En nu moet ik de... Oké, we kunnen. Kan ik gelijk doorgassen? Ja, we kunnen gelijk doorgassen. Oké, die auto. Ja, daar gaan we achter. Ja. Ja. Dan gaan we hier... Het is al een scherp bochtje. Ik weet niet waarom we dit scherp... Oh. Oké. We zijn er bijna. Ik denk dat we hier... Sorry. We moeten hier naar rechts en dan zijn we er alweer. Hallo, daar ben ik. Hallo. Oh, het is Vincent. En het is vrachtwagenchauffeur Vincent. En waar moet je me hebben, de bounties? Nou, wij moeten de bounties lekker voor het bedrijf. We hebben namelijk een personeelsfeestje. En we vonden het knakwoord wat te duur. Om te parkeren voor de trailer te staan en levend te voltooien, zodat het parkeer maar oplopen. Nou, ik vind het jammer dan. Zo. Yay! Goed werk. Puikwerk. Nou, ik heb wat schade opgelopen. €318 aan schade. Maar ik heb wel wat XP en ik ben level 2 geworden. Nou, beter. Yes. Oké, kijk nou. Milieuvriendelijk lijden, lange afstanden. Rang 1. Leveringen van 350. Oké, ik krijg lange afstanden, hoge waardevracht. Milieuvriendelijk rijden. Hoge waardevracht. Dat lijkt me wel gaaf. Hoge waardevracht gaan we omhoog doen. Ik vind het goed. En we hebben 2 e-mails. Nou ja, al die spam. Mensen, ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. En ik hoop dat jullie de toevoeging van het stuur ook leuk vonden. En dan zie ik je volgende keer terug bij een nieuwe video van Vincent's vrachtwagenchauffeur. En ik keek net in plaats van de camera in de microfoon. Dat is echt... Wat ben ik toch een badass. Nou, doei doei! Outro! De muziek gaat gewoon door. Lekker achterop muziekje, maakt niet uit. Doei!